Goedemorgen, heren. Goedemorgen. We staan hier in de Mammoet. Ja. En nou, ik heb dus nog maar net geleerd dat dit een mammoet heet. Ja, hier stond ooit een mammoetskelet. En daarom hebben ze gezegd van nou, dit heet voortaan de mammoet. Net ging hier naar de kloostergangen. Een prachtig plekje in de abdij van Middelburg. Ja, maar nu zijn we hier gewoon op een doordeweekse woensdag in maart. En jullie staan hier bier te brouwen om 10 uur 's ochtends. Dat heeft vast een verklaring. En ik begreep dat jij bent Jeroen. Ja, ik ben Jeroen. En jij bent de geest achter dit gebeuren. Ja, ik heb een jaar geleden het idee geopperd aan Thomas om een abdijbier te gaan brouwen in de abdij in Middelburg. Omdat dit eigenlijk niet is. En van lieverlee zijn oogjes gingen glimmen en dacht, dat gaan we doen. Ja, dat is nu staan we hier. Ja, want ik heb Thomas al eens ontmoet, hè, en daar een stukje ook over geschreven. Dat was toen de benefiet. Ja, voor Kika. Ja, dat is ook alweer een jaar geleden, denk ik, vorige zomer. Ja, ja. Maar jij bent van Stekelstruik, zie ik dat goed? Ja, klopt. En wat is dat precies? Is dat een kleine brouwerij? Of, Dat is een hobbybrouwerij. Ja. Ja, dit is eigenlijk meer gewoon uit hobby en uit vrijwilligers. Maar ik zie dat er daar achterin wordt al flinke pannen geroerd. Maar wat is het voor bier wat jullie gaan maken en waar komt het op de markt of wat is de bedoeling precies? Het wordt een amberkleurig kruidig bier. En dat is de bedoeling dat de opbrengst, als het verkocht wordt op dat Abdij Bierfestival, dan wordt het geïntroduceerd. Daar wordt het geïntroduceerd? Ja, de opbrengst die gaat naar de kruidentuin. En dan we dragen we ook af aan de Abdij, dus dan is het ook een Abdij bier. Dus het wordt hier gemaakt, het wordt hier verkocht en straks wordt het hier ook nog gedronken. Dus veel lokaler gaat het eigenlijk niet worden met bier. Nee, de opbrengst gaat ook echt naar de Abdij terug. Dus naar de kruidentuin, naar de vrijwilligers die daar actief zijn om de kruidentuin altijd mooi te behouden. Die krijgen van ons een gedeelte van de opbrengst om dat nog mooier te maken. Dus op 22 en 23 mei op het Abdijbierfestival gaan we dat lanceren. En is de naam al bekend of is dat nog een geheimtje? Ja, het wordt. Nee, dat gaan we nog geheim. Oh, gaan we nog. Dat is heel goed. Een mysterieus bier komt eraan in mei. Dat is heel goed. Het is een naam uit het verre verleden. Zeg. Oké, nou, dat is ook altijd mooi. En zijn er hier nog speciale omstandigheden of kan je bier eigenlijk overal brouwen? Want ik zie hier een grote pan staan. Die zit helemaal vol met sterk riekende. Ja, precies. Wat zit hierin? Wat zie ik hier nu? Dit is mengsel van water en mout, oftewel wort. En uiteindelijk de volgende stap is dat we het gaan filteren en gaan koken. En dan komt de hop erbij en dan wordt het bier. En wat staat zij te doen? Want dat is echt, zij stond echt te roeren alsof het hele dikke ettersoep was, of nog dikker. Gaat het nog een beetje met je armen? Het wordt te zwaar werken. Ja? Nee, valt mee. Maar wat ben je precies aan het roeren hier? Ik ben nu de mout aan het roeren. Dus, De mout, ja. Ik zie hier ook. Dat is de hop, die gaat er later bij. Oh, dit is hop. Ja. Het is toch buitengewoon grappig. Ik drink echt graag een biertje, maar daar krijg ik echt zo weinig van weet. Want hoe lang zijn jullie hier nou mee bezig in totaal? Vandaag is er echt tot een uur of vier zijn we bezig aan brouwen. Dan moeten we ongeveer 3 weken echt in overgisting. En dan gaan we bottelen. En dan een week of 6 later is het echt mooi. Dus net op tijd klaar voor het bierfestival eigenlijk. Ja, het is echt. Nou, ik neem aan dat jullie bij deze beloven dat ik er eentje mag komen proeven. Ja, dan kom ik zeker even langs. Ik dank jullie hartelijk en heel veel succes hier. Hè. Ja, dankjewel. Okay.